rol, deze rol naar de isje omhoog gooien nog. En lekker raam opgooien. Super tof dat ik kijk naar Groen Heel Vlog. Mijn naam is Van Pat, zoals iedereen weet. En ik ben in totaal echt niet wakker. Want ik was net bellen met Sander ook. En toen was ik een koffie aan het zetten. Maar toen vergat ik gewoon een nieuwe koffiepatch in te doen. Hoe slim is dat? Echt totaal niet slim, maar oké. Dus dat is een goede teken om wakker te worden. Maar gelijk heb ik er net een nieuwe gezet. Dus gaan we even kijken hoe het dan smaakt. Kijk, het is sowieso dat verschil. Er zit sowieso verschil aan. Want als je geen koffie... Ik vind dat zo vies. Als je geen nieuwe koffiepatch in doet, dan is je koffie gewoon echt letterlijk zwart en geen, proef je geen smaak, vind ik. Dat vind ik wel jammer. Laten we de rolgordijn open gooien. En vandaag wordt het, als het goed is, super lekker weer. Wordt het 22 graden. Heerlijk. En als het goed is, hoorde ik al dat vandaag ook een ramenwasser komt. Maar dan ben ik als het goed is aan het werk. En ik heb een nieuwe lekker bakje koffie gezet. Eigenlijk, om zo te zeggen. Dus ga ik er even van genieten. Nieuwe bakje koffie. En een beetje wakker worden. En toen ben ik klaar. En dan gaan we er maar een gordijn op gooien. En wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik binnenkort naar de kapper weer ga. Maar zoveel maanden dat ik niet naar de kapper ben geweest, ga ik eindelijk weer naar de kapper. Maar op een rare manier. Maar dat ga je wel binnenkort zien. Als het lukt, ga ik proberen te vloggen. Ik had al gehoord dat de ramen worden gezeemd en volgens mij zijn ze nu al mee bezig. Want ik zie ze al hier beneden staan namelijk, om ramen te wassen. En toen was ik thuis en dus ga ik deze rolgordijn ietsje omhoog gooien nog. En lekker ramen opgooien. En dan lekker YouTube bij kijken. Oh, is het prachtig weer. Het is nu echt lekker om zo lekker voor het raam te zitten. Eigenlijk lekker zo genieten. Wat ik elke keer kan doen. En wat ik ook niet moet doen is eigenlijk een broodje maken. Want ik heb nog niet middag gegeten. Dus laten we dat even gelijk doen. Dan ga ik even een broodje maken. Broodje pindakaas heb ik gemaakt. En ik heb hier tosti zitten die net erin zit. Dus ga ik snel deze brood opeten en daarna die tosti eruit halen. En op deze bord zetten. En lekker eten. Dus, en ik ben de dingen van de computer aan het doen. Dus. En dan ga ik dan lekker YouTube kijken. Ik heb eigenlijk een beetje een middagdutje gedaan. En toen ben ik uur of vier wakker gebeld door Sanne. Heb ik even met Sanne lopen bellen. En daarna ben ik met Sanne en Glenna lekker een filmpje gekeken. En ik heb toen even lekker tosje snel gegeten. Daarna ben ik wakker geworden, heb ik film zitten kijken. En dat was een superleuke film. We hebben een film gekeken van Adios Amigos. Het was een super leuke film. Maar ik heb even zitten slapen omdat ik zo ineens... Ja, ik weet je, sinds dit keer ben ik in de ochtend gaan werken natuurlijk. En ik ben daar niet gewend aan. Dus en ik ben toen even gaan liggen. Uurtje. Hey Ganya? Mocht dat van jou ook? Ganya zit op deze stoel, namelijk. Hey Ganya? Boefjes van me? Lekker even koelen. Maar het is nu... Even kijken hoe laat het is. Over 10 minuten, 5 minuten is het al 12 uur. 11 uur bedoel ik, excuses. Ik denk dat ik nog even lekker nog een bakje koffie ga drinken. Want ja, daar heb ik even lekker trek in. Het lekkerste wat er is eigenlijk, bakje koffie. Dus dan ga ik daarvan genieten. Maar het is gewoon even wennen voor mij om eigenlijk nu nog in de ochtend te werken. En ik denk dat ik nou de hele week nou vroeg wakker ben geworden, dat ik ineens ook kapot moe ben. Ik ben wel vaker als ik klaar met het werk ben, ben ik moe. En Kai zit hier beneden voor mijn neus. Je gaat niet weer in de weg lopen, hè? Oh, ja. Nee? Ga je dat niet meer doen? Maar ja, dus dat. Hè, boef. Oh, grote vriend van me. Hij wil hier natuurlijk eten, omdat ik nu altijd in de keuken sta, wil hij eten. En wat eigenlijk binnenkort nodig is, even te scheren. En ik heb een scherenapparaat hier in de lader ook. Dus had ik gelijk gedaan ook. En nu maar even een pakje koffie zetten. Die is klaar. En dan doe ik even suiker en melk maar in.
Dus laten we het even doen. Even suiker melk ingooien. Zo, dat is een beetje raar. Ik ben ineens zo klaar wakker, maar dit is ook op mijn eigen schuld ook. Want wie gaat nou in de middag een dutje doen? Ja, ik. Dus. Het moest even gebeuren. Ik had het echt nodig. Want het begon eigenlijk mee dat ik eigenlijk Gaia zat te mouwen. Ik dacht, weet je, misschien wil hij een beetje knuffelen. Toen ben ik op bed gaan liggen met Gaia. En daarna ben ik, dacht ik, weet je, het is echt wel lekker dat ik zat te liggen. Dus ik ben ik blijven liggen. Dus ik weet niet wat Gaia zat te doen. Het zit er voor mijn eten te snoepen. Oh, wat een boef is dat zeg. Echt een boefje. En ik zit ineens in te kakken en lekker top 538 te luisteren. Lekker, dat is een lekker nummer hoor. En morgen heb ik al heel veel dingen te doen eigenlijk. Dat is boodschappen doen. Maar dat gaan jullie allemaal morgen zien voor de rest. Wat ik al morgen gaat gebeuren. Wat ik ook nu ga doen is lekker alles dicht doen. En lekker een beetje instappen. En dan morgen weer een nieuwe dag. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Zou het tof zijn als jullie beneden een reactie achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. De broodjes gaan worden gemaakt en Gaia loopt in de weg. Het is al voor mijn voeten. Gaia, je moet niet naar weg lopen jij, jongen. Dus ga ik lekker hier van deze broodje genieten. Wat jullie al zien is tomaat, peper en zout.